verkopen hun ook zoeken. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik heb vandaag een behoorlijke to-do-list. Ik wil de video afmaken die volgende week woensdag live komt. Die hebben jullie al gezien. Dat is de video waarin ik mijn auto aan het wassen ben. Als je die nog niet gezien hebt, dan zal ik hem hier eventjes linken. Dan kun je hem terugvinden. Ik wil mijn nagels gaan doen, want het is morgen alweer 4 weken geleden. En ze zijn behoorlijk lang aan het worden. Dus dat is ook eventjes nodig dat we die gaan doen. Ik wil het beddengoed ook eventjes weer eraf gaan halen en eventjes lekker gaan wassen. Dus dan is dat ook weer lekker schoon voor het weekend. Ik moet een aantal telefoontjes plegen en boven even stofzuigen. Dus, maar ik ga eerst eventjes beginnen. Ik heb net koffie gemaakt. Ik heb ook wat yoghurt gemaakt met wat granola. Gaan we eerst eventjes lekker ontbijten. Ik denk dat het eerst maar eens even tijd is om het bed eraf te gaan halen. Dan kan die in de was. Ik was gisteren trouwens bij de Primark en daar vond ik deze. Ik dacht zoiets van, sinds wanneer verkopen hun ook zulke andere merken zonnebrand. Maar het is echt top, want dit is dus het enige merk waar ik oprecht geen puistjes van krijg als ik die op mijn gezicht smeer. Dus dat is wel fijn. En ik zag dus dat ze ook een speciale hebben voor het gezicht. Dus die wil ik eigenlijk ook wel eventjes gaan proberen. Ja, eerst maar eens eventjes dit eraf gaan halen. En ik wil weer gebruik gaan maken van het wasparfum. Dan ruikt het weer zo lekker. Instagram wilde ik graag ook een video opnemen dat ik de was aan het doen ben. In ieder geval het bed eraf haal en het schoonmaak. Ik dacht misschien vind je het wel leuk om te zien hoe het er dan hier uitziet. Lekker een rommeltje. Alles ligt hier dan op de grond. Statief staat klaar. En dan kan het zomaar eens zijn, net als bij een gewone video, dat je eigenlijk alles 10 keer aan het filmen bent voordat het een beetje geef eruit ziet. Ik gebruik trouwens vandaag, ik weet even niet waar ik hier aan. Voor de was gebruik ik vandaag Dolce. Ik ben benieuwd. Dat ruikt echt heel erg lekker. Dus ik hoop dat deze, net als de vorige, echt weer een week lang ruikbaar is. Ruikbaar. Koekoek. Dat je die weer een week lang kunt ruiken, zeg maar. Dus even de was erin doen. Kan ik denk daarna beginnen aan het bewerken van de video. En dan moeten we mijn nagels echt gebeuren, want kijk, dit was dus gisteren gebeurd. Gelukkig is mijn eigen nagel wel heel, dus dan kan ik weer een nieuwe nagel opbouwen gelukkig.
gaat eventjes de video verder bewerken. De video is zo goed als bewerkt. Die is nu aan het exporteren. Dan kan ik hem straks helemaal even nakijken of die goed is. Ik ben ondertussen een lekker eitje aan het koken voor zometeen op mijn boterham. Want het is alweer bijna 12:30. Ik ben nu eventjes de vaatwasser aan het opruimen. En ik zag dat er op Videoland een nieuwe documentaire stond over kinderinfluencers. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Ik denk dat ik die zo meteen ga kijken tijdens het boterham eten en wanneer ik mijn nagels ga doen. We hebben gisteren trouwens shawarma gegeten uit de airfryer. Het gaat echt super goed en hoeveel vet er achter blijft, dat is niet normaal. Dat zit normaal natuurlijk echt in de pan, dus als je het opschept dan schep je ook een beetje van dat vet mee. Het is een beetje een troepje om op te ruimen, maar ik vind het het wel waard. Als je het zelf ook wil maken, ongeveer 10 minuutjes op 180 graden. En dan kun je een portie van 500 gram is dan zeker goed gaar. Dus ik vind het wel fijn dat het zo goed werkt. Ik heb het eerste gedeelte van Born to be an Influencer gekeken. Ik denk nu dat ik ongeveer op de helft ben. Ja, er zitten twee kanten aan, vind ik. Op het moment dat je het aan je kind vraagt en die zegt nee, prima. Dan, als je dat ook echt niet doet en er geen druk achter zet, vind ik het wel goed. Dus ja, ik wil nog even verder kijken. Want er zijn ook kinderen natuurlijk. Net als er is er eentje van 11 bij. Die vindt het echt helemaal prachtig en die wilde het zelf. Dus ja... En ik vind het wel mooi, bij haar is dan ook heel het gezin, die wordt er dan in betrokken. En heel het gezin doet mee in het werk. En heel het gezin krijgt er ook, zeg maar, al de bonussen en de pluspunten van mee. Dus ja, dat vind ik dan weer wel goed. Mijn video is ondertussen geïmporteerd op YouTube. Ben ik hem daarna nog een keer aan het controleren, zie ik toch weer een foutje. Ergens vergeten dat ik aan het praten was. Ja, en dat ik de muziek er gewoon onder heb laten doorlopen. Kun je me natuurlijk niet verstaan, is niet handig. Kan ik weer opnieuw beginnen? Maar ja, hè? Mijn wasmachine is ondertussen klaar, dus ik kan in de droger. Mijn dekbed. En dan ga ik maar eens even beginnen aan dit projectje. Want daar ben ik meestal ook een uur of 2,5, 3 mee bezig. Zo, het is inmiddels een paar uur later. Ik heb vanmiddag helaas niet echt veel kunnen filmen, want ik ben de hele middag bezig geweest aan mijn nagels. Dat kost me echt zoveel tijd. Ik denk dat het gewoon is perfectionisme of zo. Daar gooi ik het maar op. Dus omdat je zo lang al nagels hebt gehad en het ook altijd in de salon hebt laten doen. Dan wil je eigenlijk dat het er net zo uitziet alsof je het in de salon hebt laten doen. Maar ja, dat kost dus heel veel tijd. Want met mijn, ja... linkerhand kan ik natuurlijk nooit hetgene bereiken aan mijn rechterhand, wat ik kan met mijn rechterhand aan mijn linkerhand, omdat ik rechtshandig ben natuurlijk. Maar Joris was gelukkig op tijd thuis, die kon voor mij het eten nog even opwarmen, dat ik snel naar binnen kon werken, omkleden. En ik ben nu weer bij een vriendin, sta ik in de straat. We hebben eventjes afgesproken, in totaal met twee vriendinnen heb ik afgesproken, die ik al heel lang ken. We hebben samen een opleiding gevolgd, onderwijsassistenten, echt way back. Maar we spreken nog 1 keer in de 6 tot 8 weken af eigenlijk, om elkaar te zien, om ja, gewoon nog even gezellig bij te kletsen. En het was nu vanwege alles ja, eventjes geleden, maar we vonden dat nu op gepaste afstand toch wel even tijd was voor een bakje koffie. Dus ik zal deze avond denk ik ook niet echt veel meer filmen, maar dan ben je er wel even van op de hoogte.
Nee, niet zo. Oh ja, wacht, ik kan beter nou niet doen, want het duurt heel lang, hè? Deze duurt heel lang. Ik ga het gewoon volgen dat we naar binnen doen. Nou, ik kan nog een uur en 20 minuten filmen, dus dat zou wel heel lang zijn. Nee. Zo, ik ben weer thuis inmiddels. Het is 12 uur geweest, dus nu volgens mij iets over 12:30. De jongens zijn beneden nog aan het gamen. Ik was aan het racen, soort van Mario Kart achter iets, maar dan voor de PlayStation. Ik zal even hier wat beelden laten zien van ze. Ze zijn ook eerst gaan vissen en ze hadden maar zo'n visje gevangen. Dus op een gegeven moment hadden ze wel op een gegeven moment op, we gaan naar huis. En ik heb een hele gezellige avond gehad bij mijn vriendinnen. Het was heel fijn om ze weer eventjes te zien. We hebben ook al meteen een afspraak voor de volgende keer gemaakt. En gaan we lekker ergens bij iemand barbecuen als het weer het natuurlijk toelaat. En de situatie in Nederland het allemaal en in de wereld het allemaal toelaat. Dus daar kijk ik nu eigenlijk alweer wel heel erg naar uit. Maar voor nu ga ik lekker slapen. In een vers gewassen bedje. En ik heb de laptop nog eventjes meegenomen. Zodat ik nog wat dingetjes kon doen op de laptop. Maar verder. Als je deze en andere video's van mij nou leuk vindt. Vergeet hem dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je woensdag graag weer in een nieuwe video. Doei!